Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eetcafé 9, EP Rikkelman, Stage Event Equipment, Emiel Techniek, Strik Auto's en Kalman Media Producties. Zometeen praat ik met afscheidsfotograaf Boukje Kanaan over haar boek Dat fotografeer je toch niet? En Femke Lagerwij stond onlangs oog in oog met koningin Maxima tijdens de uitreiking van de Appeltjes van Oranje. Er is een nieuwe beweging in Boksel, de beweging van geluk. Heel benieuwd wat dat is. En we hebben Jos Hermans van Nine, die komt lekker voor ons koken. Het is vandaag donderdag 6 juni. Welkom bij Dommeland Live. Ja, ik begin bij jou, Jos. Je gaat vanavond lekker voor ons koken. Er staat al van alles. Wat ga je maken? Nou, we gaan beginnen met oesters. Oesters, doe maar. Doe maar. Ja, precies. Ik ga een beetje laten zien hoe dat we die het beste kunnen openmaken. Ja? Dan hebben we Jacobsmossel, oftewel Coquille Saint-Jacques, is te veel beren bekend. Doe even die moeilijke naam nog een keer. Coquille Saint-Jacques. Oké. Okay. Ja. Je kent hem wel. Ooit van gehoord, maar ja. Goed. Dat ga je maken. En dan als laatste, om jou ook een beetje blij te maken, gepekeld speenvarkensfilet met onderkorstje van pistache en broodkruimels. Nou, dat klinkt hartstikke goed, joh. Ga jij lekker aan de gang, dan ga ik naar mijn eerste gasten. En tof dat je er bent. Graag gedaan. Oké. Okay. Ja, mijn eerste gasten zitten al op de bank. Dat zijn Boukje Kanaan, Angelina van der Boogaard en Gemma Heerschop. Van harte welkom. Ja, Boukje, jij bent afscheidsfotograaf. Je hebt een boek geschreven, Dat fotografeer je toch niet? Dat was afgelopen weekend, de presentatie. Wij waren erbij, dus ik stel voor dat we daar eerst even naar kijken. Ja, leuk. Wat was nou ook jouw motivatie om vandaag aanwezig te zijn? Nou, ik denk dat wat Boukje doet met haar afscheidsfotografie een vorm van troost is. En ik denk dat wat ik probeer met programma's als Ik mis je en het boek Troost wat ik geschreven heb, ook troost te delen. En dat is precies denk ik wat Boukje ook wil met de foto's die zij maakt. Dat mensen als iemand er niet meer is, toch nog foto's hebben als een mooie herinnering en daar troost uit kunnen putten. Ja, precies. Even met z'n allen roffelen. Boukje, wat is dit nou weer voor iets bijzonders? En dan staat je boek. Het is een sneeuwwitje kist van Berenberg, van twee mooie kunstenaars. Dus ik ben heel trots op mijn moeder. En ja, laten we het boek eruit vallen. Ja? Ja? Het boek moet het leven komen, net als sneeuwwitje, hè? Je had wel een perfect weertje, hè, voor de opening of voor de presentatie, ja, van je boek. Super, geweldig, toch? Hè? Ja, we hadden niet alleen een sprookjeskist, maar het was de hele sprookjesdag. Mooi, hoor. Ja, prachtig. Super. Ja, normaal, ja, een overlijden is vaak, of ja, bijna altijd, een ingrijpende, emotionele fase in het leven van een mens. Eigenlijk is dat de enige plek waar tegenwoordig geen mobieltjes of camera's te zien zijn. Maar daar komt verandering in langzamerhand, hè, Boukje? Want ja, er wordt steeds meer. Ja, mis. Alles loopt het hartstikke mis. Ja. Maar jij hebt genoeg redenen om aan te geven van, waarom fotografeer je nou juist wel tijdens een afscheid? Kun je iets over vertellen, Boukje? Het zijn voor heel veel mensen ook verschillende redenen waarom dat belangrijk kan zijn. De een heeft familieleden of mensen niet aanwezig kunnen zijn op de uitvaart. Ja. En denken van, nou, laten we het vastleggen voor hen die er niet bij aanwezig kunnen zijn. Soms zijn de mensen gewoon echt overtuigd al wel van de waarde. En weten dat ze foto's heel belangrijk zullen gaan vinden straks. En zijn achteraf alleen maar nog meer blij dat ze terug kunnen kijken. Want de foto's die overtreffen eigenlijk altijd al hun verwachtingen. Ja. Als er jonge kinderen zijn, dan zegt men, weet je, dat is fijn voor later om op terug te kunnen kijken. Mm-hmm. Als er dementie of een andere ziekte of als mensen met Down-syndroom of iets, weet je, specifieke kenmerken van mensen waar men denkt dat foto's veel meer kunnen helpen.
Weet je, dat soort redenen. Er zijn heel veel redenen natuurlijk te bedenken. Mm-hmm. Maar ik denk uiteindelijk dat iedereen ermee gebaat kan zijn. Ook mensen die denken van tevoren van, ja, maar ik hoef die foto's niet. Ik kan het zo wel onthouden. Ja. Nou, dat kan gewoon niet. Dat is onmogelijk. Nee, want mensen veel op zo'n dag. Ja. Geven ook zelf vaak aan dat ze dingen zien op die foto's waarvan ze van tevoren, nou ja, eigenlijk op de dag zelf, dat je denkt, ik ben er zo bewust bij aanwezig. Mm-hmm. Ja, dat is onmogelijk dat dat gebeurd was, want dat weet ik niet meer. Ja. Maar ben je zelf afscheidsfotograaf, hè? Mm-hmm. En jij leidt ook mensen op tot bekwaam afscheidsfotograaf. Mm-hmm. Wat was voor jou het moment dat jij besloot van, ik wil gaan fotograferen op begrafenissen, crematies of allerlei diensten daaromheen? Nou ja, ik maakte zelf mee dat ik foto's had laten maken bij mijn moeders uitvaart, omdat ik dat zelf niet ging doen die dag. Mm-hmm. En die zijn heel mooi, die foto's. Alleen ik miste nog een heel stuk van het verhaal. Okay. Wij stonden er vaak niet op dat ik foto's dan zag. En dan dacht ik, oh, en nu komt dit. En dan was die foto er niet. En nu komt dit. En dan was die foto er niet. Dan dacht ik, hey, mm-hmm. Er was heel veel wat miste. Ik ben andere fotografen ook gaan vragen van, goh, hoe zou jij dat gedaan hebben? Of bij een uitvaart fotograferen. En heel veel fotografen, de reacties was veel vol weerstand. Lijkt me niks, ga ik zelf huilen bij de dood, dat is akelig en eng. En dan moet je overleden mensen fotograferen, dat wil ik niet. Dus er is veel weerstand. Okay. En toen dacht ik, dat kan ik wel, weet ik zeker. Want ik ben er zo niet bang voor, de dood. En ik vind het ook een heel mooi onderdeel van het leven. Want wij nemen met z'n allen afscheid van iemand waar je liefde voor voelt. Mm-hmm. En dat doe je op een hele eervolle en persoonlijke en unieke wijze. Ja. En dat is mooi om vast te leggen. Die liefde vast blijven houden. Ja, Gemma, jij hebt gebruik gemaakt van de diensten van Boukje. Toen de dienst was het afscheid van jouw man, Frans. Ja. Je hebt een foto meegebracht. Als het goed is, kunnen we daar even naar kijken. Dat is deze foto. Als jij die foto nu ziet, wat doet dit met je? Wat komt er dan in je op? Kun je daar iets over vertellen? Ja, wat ik het mooie vind van de foto's van Boukje, dat ze heel veel warmte geven. Er was op die begrafenis van Frans twee mensen die aan het filmen waren en twee fotografen. Want het gilde vroeg om foto's en films. Ja, want hij was lid van het gilde. Hij was lid van het gilde. En dat was voor ons wel mooi, want we hebben familie in Roemenië en vrienden, maar ook in Nepal. Dus ik kon daar die film naartoe sturen. Ja. Boukje vroeg, mag ik het ook doen? Want haar moeder, die 2 jaar ervoor was overleden, dat was mijn beste vriendin. Ja. En daar hadden wij bijna geen foto's van. Toen zei ik, Boukje, graag. Aha. En als ik nu zie de verschil van foto's van de fotograaf en van Boukje, dat scheelt zo ontzettend veel, omdat ik er veel meer gevoel in vind. En veel meer liefde en zorg en respect. Wat brengen die foto's jou als je bijvoorbeeld, mag ik vragen hoe lang het geleden is? Frans is nu 8 jaar overleden. Okay. En wat doet het me? Wat brengen de foto's jou nu als jij het album pakt? Of ik weet niet of je ze op de computer hebt staan. Nee, ik heb ze in een album. Ja. En dan kijk ik er weer met heel veel zorg naar, maar ook van, we hebben het goed gedaan ook. Okay. Met z'n allen. Ja, zo, we hebben met z'n allen een mooi afscheid gegeven. Met het gilde hier over de straat. Nou, dat vind ik terug in de foto's van Boukje. Oké, Angelina, jij hebt ook gebruik gemaakt van Boukje als afscheidsfotograaf. Klopt. Jij hebt ook foto's meegebracht. Gaan we even naar kijken. Ja. Kun jij hier iets over vertellen? Wat zien wij hier als buitenstaander? Wat jullie zien is onze oudste zoon. Mm-hmm. Die heeft een tekening gemaakt voor zijn zusje, die dus helaas stil geboren is. En dat was een fantastisch mooie tekening. En de pastoor had hem eigenlijk uitgenodigd om eens rond te lopen en die aan iedereen te laten zien. Mm-hmm. En dit vind ik zo'n ontzettend mooie foto, omdat wij op dat moment eigenlijk helemaal niet door hadden wat er gebeurde in alle emotie. Ja. En later zag ik deze foto en toen dacht ik, wauw, wat gaaf hoe iemand hem zo aanmoedigt van goed gedaan, jongen. Ja, ja, ja. En dat moment hadden wij niet doorgehad, was het niet voor de foto's van Boukje. Ja. Aha, dus de plaatjes die zeg maar missen, want er gebeurt natuurlijk heel veel. Want tijdens een dienst dan zijn er ook nabestaanden, vrienden of kennissen die ook met hun eigen
gevoel daar natuurlijk ook zit. Dus er gebeurt daar rondom ook heel veel. Hè? Ja. Volgens mij heb jij nog een foto. Maar... Ja. Ja, ik geloof dat we hier weinig over of bij hoeven uit te leggen. Hè? Ja, wat ik heel mooi vond aan dit moment, is het voelde echt alsof wij daar met z'n tweeën stonden. Alsof we echt alleen waren. Ik heb eigenlijk geen moment doorgehad dat Boukje er was om foto's te maken. Ja. Dat vond ik ook wel heel bijzonder. Dat is ook de kracht, denk ik dan, Boukje, van bekwaam afscheidsfotograaf. Ja. Eigenlijk ben je onzichtbaar, maar je bent wel aanwezig. Wat is voor jou belangrijk? Wat geef jij jouw cursisten mee, jouw studenten, als je ze opleidt daarin? Kun je eens wat dingen noemen? Want het lijkt me nogal wat dat je niet overal met je neus bovenop gaat staan. Ja, verschillende zaken. Maar vooral het allerbelangrijkste is dat je dus in die nabijheid ook afwezig en op de achtergrond kunt zijn. Ja. En precies je momenten weten pakken wanneer je er voor hen hoort te zijn om de juiste foto's te kunnen maken. Ja, dat, ja. Want momenten, ze zijn echt zo voorbij. En weet je... Maar als je het hebt over bij filmen voor de omroep... als fotograaf en als cameraman wil je eigenlijk overal met je neus bovenop zitten. Mm-hmm. Want je wilt het eigenlijk allemaal in beeld brengen. Ja, maar ik neem aan dat dat niet altijd kan, praktisch gezien. Het kan voor een groot deel heel goed. Als je ook goede afspraken en met mensen maakt. En ook weet dat je niet continu hoeft te klikken. Maar dat je dus echt een moment even pakt. Weet je, als ik zie dat de kaarsjes aangestoken worden en mensen lopen naar voren, dat is het moment dat ik ook even naar voren kom. En dat vinden mensen ook helemaal prima. Dat is een beetje natuurlijk lopen dan eigenlijk. Ja, en dan kom ik er even bij en vervolgens heb ik een foto gemaakt en dan neem ik alweer meteen een afstand. Ja. Dus ik hoef niet te wachten van hoeveel foto's moet ik hier maken. Nee, één is voldoende. Ja, maar dan heb je het dus over fotografen die dus echt wel weten het apparaat kennen. Ja, je moet de hele niet camera zomaar de amateur die daaraan gaat beginnen natuurlijk. Ja. Want die blijven vaak schieten in de hoop dat er dan dingen tussen zitten. Ja. Boukje, jij gaat van tevoren, neem ik aan, bij de mensen langs op gesprek van goh, wat willen jullie of hoe zien jullie het? Of ja, jij zult ook willen weten van wat is de situatie? In principe het liefst wel, maar er is niet altijd de mogelijkheid toe. Sommige mensen vinden het ook niet prettig en vinden het fijn dat het via de uitvaartleider besproken kan worden en dat zij zoiets hebben van nou, ik vertrouw het wel. Ja. Als de uitvaartverzorger dit met mij of dat met de fotograaf regelt, dan is het prima. Mm-hmm. Ik stuur er wel het liefst op aan. Omdat je dan ook echt de wensen kan doorspreken. Ja. En dan zijn ze ook al een beetje aan je gewend. Precies, dus dat is wel het fijnst. Maar ik geef ook zelf altijd aan, weet je, in ieder geval dat ik voordat ik start, dat ik mensen eerst even spreek. Kort, ook al zit heel kort voor de dienst of voor het samen zijn. Ja. En de aandacht even geven van, joh, ik ben er voor je. Ik leg alle gebeurtenissen vast. Maar is er een moment dat je denkt, ik vind het te veel, dan lees ik gewoon... body language. Van dan ben ik te veel. En dan kun je, weet je, ze hebben een beetje de regie, zeg maar. Ja, en het is ook het aanvoelen van. Dat absoluut. Ja, en je wil gewoon geen momenten missen. Maar als je gedoogd wordt, dan zijn mensen ook wel bereid om jou te vergeten dat je er bent. Ja. Want je bent er gewoon ergens in de achtergrond. Ja. Nou, moeten we natuurlijk hebben over het boek Dat fotografeer je toch niet? Ik heb hier een inkijkexemplaar. Ja. Voor wie heb je het geschreven? In eerste instantie voor fotografen, omdat ik en ook lesgeef en dan komt er een naslagwerk. Maar als schrijvende kwamen we erachter dat het eigenlijk voor heel veel mensen in de uitvaartbranche of in de rouwbranche ook heel belangrijk is. Mm-hmm. Want er wordt gewoon ook geschreven over emoties, over rouw. Wat is dat nou allemaal? Hoe ga je goed om met nabestaanden? Hoe doe je, pak je dit zakelijk goed aan? Ja. Dus ook het stuk over AVG zit erin. Weet je, er zijn zoveel facetten die erbij horen. Ja. Ja, en voor mij is het heel belangrijk dat het eruit komt, dat mensen weten dat het er is. Want ik wil heel graag dat er een verandering teweeg wordt gebracht. Heel en veel welke mensen, verandering wil jij? Nou ja, dat mensen dus echt gaan erkennen dat het oké is dat er foto's gemaakt worden bij deze heftige gebeurtenis. Mm-hmm. Heel veel mensen, de titel hè, zegt het, dat is wat mensen vaak nog denken, dat fotografeer je toch niet? Ja. Maar... En jij wilt het uit je taboe halen? Of ja, uit, weet je, het mag toch doodgewoon worden, zullen we maar zeggen. Ja, letterlijk. Dat het erbij hoort in het leven. En, nou, vroeger was de uitdrukking van mijn moeder, een hele oudere generatie, ze is er ook al lang niet meer,
Bruiden en lijken, die mag je bekijken. Oh, wat grappig. Ja, het is echt van vroeger. Ja. Daar was het heel normaal dat je aan de straat gaat staan. En dat het je, was ook heel normaal vroeger. Het was eigenlijk heel normaal. En nu lopen we de hele dag met de mobieltjes rond. Ja. En dan zou je net daar... Ja. Wat... gekke vraag. Dit is allemaal nog nieuw. Gaat er ook wel eens iets mis? Dat je denkt van, oeps, dat had ik niet moeten doen. Nee, ik heb wel achteraf een keer iets meegemaakt dat ik met nabestaanden zat en dat men zei van we missen eigenlijk één foto. En dan schrok ik natuurlijk verschrikkelijk en denk ik, nou, je mist er één, hoe kan dat nou? Ik heb toch alles gezien en gedaan. En dat is dan bijvoorbeeld een moment geweest dat ik zelfs bij in de crematorium in de overruimte ben. Samen met de uitvaartleider, de medewerkers van de overruimte en dan de ouders die dan net een kindje ook helaas... in de oven zien schuiven. En dan zie je en voel je ook, dat is zo'n intens moment. Dat zij met z'n tweetjes innig omstrengeld naar buiten liepen. En dat wij zelf zoiets hadden, weet je, we wachten een momentje. Wij blijven even hier, dit is voor hen. Mm-hmm. En vervolgens lopen ze hand in hand weg. En die foto heb ik dan wel genomen. Maar ja, die nabestaanden hadden natuurlijk alle foto's gezien. En zeggen van ja, maar je hebt bijna alles als een film gefotografeerd. En dan mis je en dat stukje. En die ene misten wij. Ja, okay. En ze dachten, weet je, ze hebben mij nergens opgemerkt. Nee. Dus ze hadden mij dan ook niet opgemerkt. Nee. Maar toch was dat wel een mooi moment geweest. Eigenlijk een beetje wat die foto van Angeline doet. Ja. Net, ze zijn helemaal alleen en samen, innig instrengeld bij elkaar. En... bijzondere momenten leg je vast voor later. Weet je, dus, mijn uitleg gaf van, goh, dat is dan, dit is de reden geweest dat ik even heb gewacht en ik heb jullie wel dat moment dat jullie samen wegliepen gepakt. Ja, dan is er begrip, denk ik, hè? Toen hadden ze iets van, oh, oké. Okay. Ja. Maar goed, dan weet je voor de volgende keer. Nu zeg ik dus tegen een uitvaartleider ook van, nee, ik wacht niet. Nee. Mensen verwachten dat ik foto's neem. Dus jij gaat overal en bij. Zij geven aan als het niet past. Ja. Nou, dankjewel dat jullie hier waren en dat jullie de foto's met ons hebben willen delen. Boukje, bedankt dat jij hier was. En ja, ik gun iedereen al jouw kennis over het boek. Ja. Ik ruik Jos. Wie is dat? Ja, ik ruik Jos niet. Goed. Jos, ik ruik jou niet, maar ik ruik het lekkere eten. Ja, ik kom naar je toe. Dankjewel jullie. Dankjewel. Wat zei ik nou, Jos? Was niet aardig van me. Wat ben je allemaal aan het doen? Ik wil dat even zien, ja, Jos. Ja, dat zijn dus de oesters. In dit geval zijn het... Zelfgevangen? Nee, dat niet. Daar laten we de vissers aan over. Heb je dat trouwens wel eens gedaan? Nee. Het is wel een keer leuk om te doen. Ja. Je hebt nu een bijzonder mesje, zie ik. Ja, dat zijn de Oostgelderkeuzes. Dus uit Nederland gewoon oestermesje. Een oestermesje? Ja, oké. Scherpe punt. En ik zal even laten zien hoe het best een oester kan openmaken. Want het is best een gevaarlijk. Een bijzondere tactiek. Ja, en ook nog best gevaarlijk als je niet op de manier. Ik ga aan de kant, ja. Altijd een goede doek om je hand. Een goede doek? Je hand goed beschermen. Want anders prik je zo, het zo door je slagader. Maar hoe weet jij nou waar jij moet prikken? Hier zit eigenlijk het scharnier van de oester. Dus hij maakt hem zich zo open. Ja. Dat zit hier. Ja. En daar moet hij eigenlijk doorheen prikken. En altijd met zijn mes naar beneden. Kijk, dan gaat hij erin. En dan draai je een kwartslag en dan snij je hem open. En bij sommigen hier in de studio loopt het water in de mond. Dan snij je hem los. Oké. En dan draai je hem nog een keer om, want dit is een mooie kant om te presenteren. Oh. En dan kun je hem mooi op ijs leggen. Want je eet ze koud. Ja. Oké, okay. Dat wist ik niet. Ik eet ze nooit. Dus, je kunt ze ook warm eten, dat kan ook. Omdat veel mensen misschien nog nooit een oester gegeten hebben. In het begin is het natuurlijk een beetje eng. Ja. En ook om wel de smaak te wenen. Nou, het ziet er ook gewoon een beetje glibberig uit. Ja. En wat heb je daar? Kijk, dit zijn shallotjes met rode wijnazijn. Ja, als je dat erop doet, dat is ook een manier om een oester te leren eten. Want het is een beetje zuur met zout, dus het heft elkaar een beetje op. Dan ben je een beetje moet je echt leren eten. Maar net als je wijn nou, leert drinken. Slik je die nou in één keer door? Ik zie dat op films. Zal ik het doen? Jij gaat het doen? Ja. Oké. Okay. Ik ben geen liefhebber, maar ik vind het heel knap. Ja, ik ben wel. En je koudt er ook op of slik je hem door? Nee, je kunt er ook op kouwen. Je kunt er ook op kouwen, goed. Ja. Oh, nou lekker. Ja. Voor degene die ervan houdt dan. Hè? Wat zie ik hier nog, Jos? Ik heb dit, doen we met de zakjes. Ik heb hier nog een andere schelpsoort. Dus die coquille zijn zak, wat ik ja, straks ja. over had. Ja, mooie Franse naam. Ja, en sommige mensen kennen het niet.
Je moet eigenlijk denken aan een best veel hele vlees. Grote... Dit is witlof. Dat is best groot. Ja. Okay. Het zit ook eigenlijk in de schelp, maar als je die nu mee had genomen en hier schoongemaakt had, dan was iedereen heel hard de studio uitgerend. Want? Het ruikt heel erg. Oh ja? Ja. Mensen die niet weten wat dit nou voor beestje is, je hebt een hele grote oliemaatschappij die een schelp heeft als logo. Ja, en daar zitten ze in. Een beetje wat daarin. Oh, oké. Je hebt er een lekkere saus mee gemaakt? Ja, karamelliseerd witlof. Oké. Okay. Omdat als je die koekjes doet bakken, dan wordt ze ook van zichzelf een beetje zoet. Oké. Okay. En dit ondersteunt het helemaal. Dus, nou, top. Ja. Jos, geweldig. Ik kom straks weer bij je terug. Bedankt. Graag gedaan. Want ondertussen zitten de volgende gasten op de bank. En dat is Alexandra Augustijn en Sven Rovers van de Beweging van Geluk. Want in Boksel is een nieuwe beweging ontstaan, opgericht. De Beweging van Geluk. En het gaat om het bevorderen van geluk in Boksel. En Alexandra, jij bent geluksmarketeer. En Sven, jij bent positief psycholoog. We gaan het over, zo meteen over de beweging hebben, maar dit zijn wel twee termen waarvan ik denk, nou vertel eens, een geluksmarketeer. Alexandra, wat is dat? Ja, wat een geluksmarketeer doet, is het bevorderen van geluk van organisaties en de samenleving. En dat doe ik dus bedrijfsmatig. En vanuit daaruit dacht ik van, joh, ik woon en werk in Boksel. Ik wil ook graag wat doen voor de mensen en organisaties hier in Boksel. Ja. En dat was eigenlijk de reden waarom ik een aantal andere positivo's heb gevraagd om de Beweging van Geluk op te zetten. Want dat speelde wel mee. Ook jij hebt een boek uitgebracht. Klopt, ja, ja. Dan hoop ik dat ik hem goed in beeld houd, anders dan krijg ik wel een seintje. De gelukseconomie. Ik heb heel kort door de samenvatting gescrolld, want ik kan natuurlijk in korte tijd niet een heel boek lezen. Begrijp en wat ik, ik eruit opmaakte was eigenlijk dat mensen anno 2019 eigenlijk voorbij gaan aan wie ze als mens zijn en wat nou werkelijk bij hun past. En dat het in feite de hoogste tijd wordt om meer dingen te gaan doen waarvan je voelt, hier word ik blij van. Klopt, ja. En dit boek is een managementboek. Klopt, ja. En is het ook voor de gewone burger of is het echt... Nou, weet je, het grootste geluk beleef je samen. Dus de kern van het hele boek is synergie. Als we nou allemaal met z'n allen doen datgene waar we blij van worden. Dus dat is ook datgene wat bij je past. En we zoeken de verbinding met anderen. Dan kunnen er hele mooie dingen ontstaan. Ja. En dat, dat is ook eigenlijk wat er in de verbinding van of de Beweging van Geluk gebeurt. Hè, we hebben 5 mensen die de beweging zijn gestart. Met allemaal verschillende achtergronden en expertises. En samen iedereen vanuit zijn eigen kracht draagt bij. Want wat is de Beweging van Geluk? Wat kan ik me daarbij voorstellen? Nou, Beweging van Geluk, ons doel is om positiviteit in Boksel te vergroten. Als je kijkt naar Boksel is een prachtige gemeente. Er zijn zoveel mooie plekken in Boksel. Laten we er met z'n allen gewoon veel meer van genieten. En hoe meer je geniet, hoe groter je geluk en hoe leuker je leven ook is. Nou, dat willen we eigenlijk bewerkstelligen. Het eerste initiatief wat we dan hebben opgezet is geluksplekken in kaart brengen. Ja, ja. Geluk is zo dichtbij. Ja. Hè, gewoon, ik bedoel, je moet het zien. Je moet er tijd voor pakken. Hè, ja. Ik heb wel een voorbeeldje. Dan denk ik, we hebben in de tuin bij een muurtje van iemand een keer een zo'n schommelbankje gekregen. En die staat op zo'n fijn plek. Daar hangt een beetje de notenboom van de buurman over. En als het dan een beetje zon is en ik zit op dat bankje en ik zit lekker te schommelen, denk ik, meer heb ik niet nodig vandaag. Nou, maar daar gaat het om, weet je. Gewoon laten we met z'n allen weer meer genieten van die kleine dingen. Ja. Weet je, we zijn zo druk. Er zijn zoveel mensen met burn-out en depressies en wat ze ook allemaal niet hebben. Ja. Weet je, en het heeft alles te maken is dat we gewoon niet meer naar onze kern toe gaan. Waar we echt heel blij van worden. Mm-hmm. Weet je, en geluk is het gewoon dichtbij. Inderdaad, wat je zegt, gewoon in je eigen tuin op een mooi bankje. Of loop het bos in of het park in. Er is zoveel groen in Boksel. Ja. Weet je, ik heb op heel veel plekken gewoond, maar Boksel is zo'n geweldige gemeente. Ik voel me er zo thuis in en ik zie dat er zoveel moois in is, weet je. En ik wil eigenlijk iedereen oproepen om nog meer te genieten van al het moois wat er in je omgeving te zien is. En Sven, positief psycholoog. Ja, ik word al blij bij het woord. Van, we schrijven ons in, we maken het een afspraak van 10 sessies en...
Dan word ik positief. Nou, dat is leuk om te even horen. Even kort door de bocht hoor. Nee, ik doe geen behandelingen meer. Ik werk als coach voor teams of voor medewerkers of voor leidinggevenden. Mm-hmm. En positieve psychologie is de wetenschap van geluk en de wetenschap van het floreren. Dus je houdt je bezig met hoe kunnen mensen die op zich gezond zijn, het maximaal uit zichzelf halen, hun talenten maximaal benutten. Daarvoor moet je natuurlijk eens weten wat je talenten zijn. Ja, moet je op ontdekkingstocht. Maar daar hoort ook te pakken nemen, ja. Anders kom je er niet achter. Precies. En daar hoort ook bij dat je je drijfveren goed kent. Mm-hmm. Hè, want als je die combinatie voor jezelf goed weet, mm-hmm. en je gaat dan dingen doen waardoor je die nog verder kunt ontwikkelen, ja, dan kom je tot floreren. Aha. En nou goed, jullie hebben elkaar gevonden, want in feite was het basisidee is bij jou ontstaan, hè? Ja, de beweging van geluk. Want wij hadden hier inderdaad een tijd terug een hele enthousiaste Wim Ketelaars op de bank, die vertelde over de spiegeltent in Stapelen. Ja. En toen is hem gevraagd van wat is het thema? En ik denk, wat gebeurt er nu met die man? Ik zat thuis te kijken, want volgens mij was Geert aan het presenteren. Hij zei, geluk. Ja. En ik dacht, hé, dit is mooi. Ja, zei hij, er is zoveel moois om je heen. En toen dacht ik, nou, dat kan geen toeval zijn. Nee. Volgens mij hoort dat nu, loopt dat ook een beetje bij elkaar. Want Wim Ketelaars zit ook bij de organisatie. Ja, Wim Ketelaars is ook een van zeg maar de leden van de Beweging van Geluk. Ja. Die we hebben hem eigenlijk samen opgezet. Ik heb in eerste instantie gewoon een aantal mensen gevraagd gewoon om hier aan bij te dragen. Maar het enthousiasme is zo enorm groot dat we gewoon steeds wat grotere stappen zijn gaan zetten. Want het is aan de ene kant is het best wel een ruim begrip wat natuurlijk miljoenen kanten uit kan. Ja. En ik vond het wel heel leuk om te zien dat er heel concreet een beginmoment is van jullie roepen alle inwoners op om dus de mooie plekjes in een omgeving op te sturen en die worden dan gedeeld. Vertel eens. Ja, die worden gedeeld. Daar zijn we dus nu druk mee bezig in een spiegeltent. Hè. We hebben al denk ik iets van 100 hartjes. Ik ben ze vergeten. Oh, nou, maakt niet uit. Maar goed, het zijn dus kleine hartjes waar je dus je geluksplek op kunt aangeven. En die worden dan vervolgens gedeeld op de website www.gelukinboksel.nl. Ja. De bedoeling is dat we vervolgens ook gewoon er een boekje van gaan maken. En we zijn ook in gesprek met de gemeente om te kijken of al die plekken niet gemarkeerd kunnen worden met bordjes. Zodat als je straks in een Boksel rondloopt, dat je op allerlei plekken hartjes ziet, hartjes van geluk. Waar iemand het initiatief heeft genomen om te zeggen, nou, dit is mijn geluksplek om die en die reden. En ik hoop dat daardoor ook anderen geïnspireerd worden om ook te genieten van die plek. En ja, hoe meer we delen, gewoon hoe meer we vermenigvuldigen, of hoe meer we geluk vermenigvuldigen. En ja, weet je, het gaat om synergie. Gewoon, hè? We moeten ook gewoon veel meer synergie tot stand brengen in Boksel. Door de dingen waar je gewoon blij van wordt, ook die met anderen te delen. En op die manier creëren we een beweging van positiviteit. Waardoor waardoor er met z'n allen gewoon van overtuigd zijn dat we allemaal een stukje gelukkiger worden. Want geluk levert zo ongelooflijk veel op. Geluk is moeilijk te omschrijven. Het zijn momentjes. Maar wat verstaan jullie dan onder dit project onder geluk? Je kunt een onderscheid maken tussen geluk als moment. Mm-hmm. Het kan een zonsondergang zijn die heel mooi is. Of iets heel lekkers wat je eet. En duurzaam welbevinden. En eigenlijk, dat is een ziek woord. Ja, maar waar het om gaat is dat je probeert om iets te doen waardoor mensen langere tijd achter elkaar zeggen, als je het ze zou vragen, ik voel me gelukkig. Ik score daar hoog op. En daar is uit onderzoek gebleken, wat daar heel erg belangrijk in is, is dat je daarin ook de verbinding zoekt met anderen. Okay. En dat je dingen doet. Je schaalt uit naar anderen, waardoor die ook weer aangeraakt worden en... Ook, maar ook dat op het moment dat jij iets doet, ook al is dat iets wat je zelf van jezelf uit leuk vindt, maar je doet het niet alleen maar voor jezelf, maar je doet het voor iets groters dan alleen jezelf, dan is dat een win-win situatie. Dus dan vergroot dat langer je gevoel van welbevinden. Ja, en dan proef ik hieruit, zeg maar, ook richting bedrijven, organisaties, teams, maar ook vrijwilligersorganisaties bijvoorbeeld zou je... Hè?
Zo zie ik dat ook. Een organisatie, kijk, eigenlijk een gezin is een organisatie. Hè. Overal waar mensen zijn die dus in verbinding staan met elkaar, zou je natuurlijk de synergie kunnen vergroten. Ja, en iedereen vanuit zijn eigen kracht. Hè. Ik heb in mijn boek bijvoorbeeld 7 geluksprincipes geconstateerd op basis van wetenschappelijk onderzoek. Mijn eigen ervaringen en een hele hoop interviews met anderen. Mm-hmm. Weet je, en vanuit die geluksprincipes kun je geluk vergroten. Je moet het wel integraal toepassen. Mm-hmm. Ja, als ik ze even mag noemen, hè, gewoon authenticiteit, hè, dicht bij jezelf blijven. En vanuit die authenticiteit de vrijheid nemen om een doel in je leven te hebben. Want een doel in je leven is ook gewoon iets wat heel erg bijdraagt aan die levensvoldoening. Ja, precies. Er zijn zoveel mensen die gewoon eigenlijk doelloos rondlopen op de automatische piloot. Ja, zijn er heel veel. Ja. Weet je, zo jammer. Ja. Ik moet gaan afronden. De foto's, want dat vind ik leuk. De website www.geluk in Bokstel. Hè? Ja. Daar kunnen mensen een formulier downloaden. Ja. En dan kunnen ze daar hun mooie plekje en hun foto indienen. En dan heb jij gezegd van, dan is het de bedoeling dat daar een keer een mooi boekje van komt. Of het komt op de website. Nou, er staat inderdaad een formulier op de website. Dat kunnen ze invullen. En vervolgens kunnen ze dat formulier samen met foto's die ze eventueel hebben naar ons toe mailen. Ja. Gewoon info@gelukinboxen.nl. Maar je kunt ook rechtstreeks een mail sturen naar info@gelukinboxel.nl. Okay. Weet je, en als je geen foto's hebt, ook geen nood. We hebben een prachtige fotoclub in Boksel, die dan ook graag bereid is om de foto's van die geluksplek te maken. Hartstikke mooi. Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat dit voor uitgebreide mooie kringen in het water worden die steeds verder gaan. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja, lijkt me erg leuk. Ik volg het graag. En ik bedank jullie voor de komst. Graag gedaan. Het volgende onderwerp heeft ook alles met geluk te maken. Want met je hart Bokstel, maar ook met je hart landelijk natuurlijk, zorgen toch wel heel vaak voor momenten dat oudere mensen die eenzaam zijn, mooie dagen in hun leven krijgen. Want er wordt iets voor hen geregeld. Een mooi initiatief en daar willen we even iets van laten zien. Kijk maar even mee. 2 jaar geleden is mijn vrouw overleden. Dat heeft heel zeer gedaan. Ja, 61 jaar is ook niet niks. Hè. En toen is eigenlijk een beetje het leven ook voor mij geëindigd. En ik heb het weer opnieuw op moeten bouwen. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Ik ben Fons van Met Je Hart. En ik kwam u ophalen. Als jij geen contacten hebt, dan zit je hele dagen maar alleen hier te kijken. En vooral de avonden. En dan juist deze mensen. Die breng je bij elkaar. Wij kwamen bij elkaar en je krijgt contacten. Dat is heel belangrijk. Contact maken voor ons, voor anderen, voor alleenstaande mensen. De mensen zijn allemaal vrolijk en je ontmoet allerlei mensen. En ik begin eindelijk, na 3 jaar, begin ik echt weer te leven. Ik heb het hier helemaal naar mijn zin. En zoals altijd, netjes thuisgebracht, netjes gehaald. Nu gaan we eventjes voetballen kijken. Kijk naar hem toe dus altijd. Ik vind dat echt gezellig, eerlijk. En een hele leuke dag gehad. Ja, prachtig, echt waar. Ja. Ik heb er echt van genoten. Stichting Met Je Hart ontving dit jaar op 23 mei in Paleis Noordeinde in Den Haag het Appeltje van Oranje. En met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds sociale initiatieven, ik lees het even voor, die op succesvolle wijze groepen mensen verbinden en anderen inspireren. En bij mij op de bank zijn Femke Lagerwij en Mariska Rijmakers van Met Je Hart uit Bokstel. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. En dit is hem, hè? Dat is hem. Ja, echt geweldig. Ik ga hem even optillen. Is hij zwaar? Ja, hij is heel zwaar. Oh, hij is echt zwaar. Heel voorzichtig. Oeh, nou. Wat is het voor materiaal? Is het van brons gemaakt. Ach, wat mooi. Nou, dat hebben jullie goed gedaan. Wanneer hoorden jullie het? Dat jullie... er is een hele stemronde geweest, hè? Die heb ik gevolgd. Ja. Wanneer eind april hoorden we dat we één... We waren bij de laatste 10 genomineerden. Ja. En eind april hoorden we dat we 1 van de 3 winnaars waren van het Appeltje. En dat we dus naar het paleis mochten om het daar in ontvangst te nemen. Ja, hoe gaaf is dat dan? Ja, heel gaaf. Jeetje. Even over die prijs, hè? Want die is gewonnen. Wat was de prijs? De prijs is dit beeldje. Super. En daarnaast een geldbedrag van 15.000 euro.
Maar deze prijs wordt eigenlijk gezien als de Oscar onder de vrijwilligersprijzen. Ja, wat geweldig. Ja. Hoe blij was je? Heel blij. Ja, en dan... ik ga toch eerst eventjes... Dan ga jij dus naar Paleis Noordeinde, want jij bent geweest. Jij was er niet bij? Oké. Okay. Nee. Maar dat maakt niks uit, want jij bent ook een van degenen die gezorgd heeft dat die prijs binnen is gehaald. Hè? Ik zou, hele stomme vraag. Je bent natuurlijk helemaal blij dat je die prijs met al jullie mooie werk, met passie en liefde doen jullie dat. Hè? Ja. En dan, wat doe je aan? Zou mijn eerste vraag zijn, help, wat doe ik aan? Heel vrouwelijke onzin misschien, maar toch. Ja, nou we gingen met 10 dames mochten we daar naartoe. We hadden van tevoren al een appgroep aangemaakt en er werd inderdaad al druk. Hoe heette de app? De appeltjes. Oh, de appeltjes, oké. Okay. Het appeltje. Maar er werd druk over en weer foto's van ja, ik doe dit aan. Oh, is die niet te kort? Is die niet te lang? Ja. Open hakken. Met panty, zonder panty. Dat was natuurlijk allemaal, werd besproken. Er was wel een kledingadvies. Tenue de viel. Dus ik dat houdt eigenlijk in. Googlen? Dat hebben we allemaal gedaan. Iets moet op de knie zijn. Ah, of een broek? Met een panty. Ja, een broek kan ook. Maar eigenlijk het liefst toch wel een japon, zoals ze dat dan noemen. Een middagjapon. Jemig, je moet het maar hebben. Maar goed, uiteindelijk wat heel leuk was dat we er heel fleurig uitzagen. We hadden groen, roze, ja, ik blauw. Zag het op de foto, maar ik weet niet of die al voorbij is gekomen. Ik spreek even mee, geen idee. Ik zal in mijn ooghoeken mee loeren. Ja, op deze sta jij niet, hè? Nee, want dit waren de 3 van ons. Ja, want met de rode broek, leg even uit. Met de rode broek is Babs. Ja. Babs is de initiatiefnemer van Geel, hè? Met je hart, ja. Mm-hmm. En rechts van haar, daar staat Ivy van Geel, dat is haar schoonzus. En dat is de karttrekker in Bokstel, de coördinator. En links van haar staat Helene Snijders en zij is coördinator in Tilburg. En allebei vanaf het allereerste uur betrokken. Nou, prachtig. Want Stichting Met Je Hart verzacht de eenzaamheid van ouderen. Hè? Jij bent vrijwilligster? Ja, ik ben een van de 6 mensen uit het kernteam van Bokstel. Ja. En wij proberen met z'n 6 veel ontmoetingen binnen Bokstel te organiseren. Eigenlijk zo structureel mogelijk, zodat mensen elkaar ook vaker in dezelfde context kunnen zien en elkaar echt kunnen leren kennen. Ja, dan bouw je iets op, hè? Want anders is het een waterige een keer. Oh, wat goed. Ja, dus dat proberen wij op verschillende manieren eigenlijk te organiseren. En dat werkt heel goed hier. We hebben heel veel leuke bedrijven, ondernemers, scholen, die ons eigenlijk al zelf benaderen van we zouden graag iets willen doen. Oh. Wat kunnen we voor jullie doen? Wat zouden jullie willen dat we doen? Dus ja, het is wel heel erg leuk en heel fijn om hier vrijwilliger voor te mogen zijn. Ja. Dat lijkt me ook. Wanneer zijn jullie in Bokstel begonnen? Want het is echt al een hele tijd gaande, toch? Ja, in 1 november 2013 begonnen we met de eerste restaurantcampagne. Ja, ja. En misschien dat je dat even kunt uitleggen met restaurants ook. De restaurantcampagne is een periode van 6 weken. Ja. Waarin we in de restaurants aandacht vragen voor het probleem van eenzaamheid. En dat doen we door eigenlijk bij iedere tafelrekening 1 euro te vragen aan de gasten die genieten van die avond in gezelligheid en vaak natuurlijk in een hele fijne sfeer. Dan maakt die euro ook niks meer uit? Nee, en die euro komt dan ten goede aan mensen voor wie dat die setting niet vanzelfsprekend is. Ach, wat mooi. Ja. En hoe komen mensen in aanmerking om een activiteit met Eet Met Je Hart te mogen gaan doen? Kunnen ze zichzelf aanmelden of hoe gaat het? De aanmeldingen worden eigenlijk gedaan of door huisartsen, of thuiszorg, dus wel de officiële instanties, die nemen dat ook eigenlijk als eerste waar. Okay. En die melden zich dan bij ons. En op het moment dat wij zo'n aanmelding krijgen, dan gaan we even langs, gaan we kennis maken, gaan we kijken wat we voor de mensen kunnen doen en proberen uit te leggen wat de stichting doet. En dat zijn dan de 6 mensen van het kernteam die dat doen? Ja, een van de 6 kernteamleden die gaat inderdaad op gesprek en kijkt eventjes hoe we het kunnen invullen. En dan proberen we eigenlijk al zo snel mogelijk in ieder geval een eerste moment te creëren. Dat kan ook al wat kleiner zijn. Soms is eenzaamheid ook wel een drempel, dus vinden ze het fijner om klein te beginnen. Ja. Dan organiseren we dat. Kan ook. En soms is het wat groter. Prachtig hoor. Ja. Tot slot wil ik natuurlijk
heel graag weten. En hoe was ze in het echt? Want je hebt ze gezien, je staat ermee op de foto. Ja, ja. Nou, dat wil ik horen. Ja, nou, ze ziet er heel mooi uit. Ja, dat dacht ik al. Het is echt een verschijning. Zo. Ja, ja, ja. Het is echt een indrukwekkende vrouw. Nee, ik heb zelf niet met haar gesproken. Je had wel een fotomoment, hè? Ja. Ja, we hadden een fotomoment met ons hele team, ja. met Willem, Alexander en Maxima. Ja, want jij stond er gewoon naast, ik stond toch? Ernaast. En wordt er dan gezegd van, oh Femke, schuif maar op, hoe gaat Nee, we moesten allemaal al klaar gaan staan en ze gingen eerst naar een ander initiatief en daar gingen ze de foto mee maken. Nou, toen kwamen ze bij ons en wij stonden eigenlijk allemaal en we stonden natuurlijk ook een beetje te geinen. Tuurlijk. Ja, ook wel een beetje spannend. En toen kwamen ze erbij, ja, schuif eens even op, zeiden ze. Ja, toen schoof ik op dat en lag stond daar. Spannend, en toen kwamen ze ertussen staan. Ja, jullie zijn al wel met meer, maar het lijkt me wel spannend. Het was wel spannend, maar het was vooral een hele mooie, bijzondere dag. Ja, ja, al jullie werk en liefde die jullie erin stoppen. Ja, dat wordt gezien, hè? Ja. Oké, ja, ik moet helaas afronden. Maar ik wens jullie heel veel succes met jullie mooie werk. En nogmaals proficiat met deze mooie prijs. Dank je wel. Dat we nog wel vele jaren volgen. En ja, weet je, neem je zendertje mee, til hem op, loop even mee. We gaan bij Jos proeven, want hij is nog steeds aan het bakken. Kijk Jos, daar komen we aan met z'n allen. Ja. We gaan even schuiven. Wat? Nee, jij hebt ze niet meer nodig. Oh nee, niemand heeft hem nodig. Hoppatee. Wat zit er in de pan? In de pan van Jos? Ja, we hebben een speenvaartje, dat is lichte pekels. Vleeseters erbij? Mm-hmm. Ja, ja, heel goed. Heel bij de vleeseters, nou, Jos. Een speenvarken. Het is wel een heel klein stukje van zo'n groot speenvarken. Ja, dat maakt niet uit. Hebberig. Ja. Er zit een korstel op van broodkruimels en pistaches. Oké. Okay. Dus dat is echt een hele mooie combinatie met speenvarken. Ik zie ook de mooie kleur. Ik wil lekker wat mooie gekleurde groenten voor de ronde. Ja. Die zal ik op het bord doen. En dan komt er nog een saus van rode bors bij. Rode bord? Ziet er lekker uit. Ja, hè? Ondertussen kun jij misschien even vertellen, Jos, want komend weekend is er bij jou iets moois te beleven bij Nine, toch? Ja, inderdaad. Dan organiseren we voor de derde keer de Beer, Food & Wine Fair, zoals wij dat noemen. Beer, Food & Wine Fair, dames. Ja. Dus, naar Noordeinde, zeg ik. Dus eigenlijk alles op het gebied, alles. Dat kan natuurlijk niet, maar heel veel op het gebied van wijnen en bieren. In combinatie met de gerechten, wat wij dus eigenlijk ook bij ons in bedrijf altijd doen. En die zijn daar gewoon te proeven. Is echt ver, dus het is een soort markt. En je gaat ook zelf bij de kraampjes een biertje of het wijntje en het gerechtje halen. En lekker gezellig met terrassen. Er zit van allerlei muziek bij, van Star Company. Klinkt gezellig. En het is? Hoe laat? Van zaterdag? Zondag. Zondag? Eerste Pinksterdag. Van 2 tot 10. Van 2 tot 10, ja. Super. Nu even dit, dames. Saus. Zijn dit ook dingetjes die je dan kunt proeven, Jos? Dit gerecht staat bij ons op de kaart. Ja. Oh, wauw. Ja. Nou, ik geef jullie de eer om te proeven, hoor. Nou. Ik heb niet helemaal wat van. Kijk eens, dames. Ja, hoe moeten ze dat doen? Snijden of snijden? Oh, ik kan ze wel even snijden, hoor. Net u het vlees. Dat is toch, als een kok dat doet, dan ziet er dat toch altijd professioneler uit, hè? Ja, zeker. Ja. Oh, jee. Je hebt natuurlijk geen bordjes. Aha. Oh, ja. Sorry. Lekker. Nou, dan kunnen jullie niet meer praten. Dan ga ik ondertussen even afsluiten. Ik weet niet op welke camera. Ik ga naar Tini. Hartelijk dank voor het kijken. Blijf erbij, dames. Gezellig, want ik wil ook zien hoe lekker jij het vindt. Het is niet gênant om in beeld te eten, maar ik dank al mijn gasten die er waren vanavond. Speciaal Jos van Nine voor het lekkere koken, dat je dat hier hebt willen doen. De pan die gaat branden, die zal uit moeten. Ik dank iedereen thuis voor het kijken en over 2 weken zijn we er weer. Hartelijk dank. Is lekker.